Ja, lieve mensen, ik sta bij Frans op het Bult. Het weer, ja, dat zit even tegen deze week. Maar volgende week wordt het mooi weer. Wij gaan deze week naar Hof Espeloo, naar het Sterrenbos. Waar je echt prachtig mooi kan wandelen. Dus blijf in beweging, blijf positief. En ja, we gaan wandelen. We zijn aangekomen bij het Sterrenbos. Wij gaan even wandelen. Het Sterrenbos, dat komt volgens mij uit 1630. Echt een hele oude bos. En ja, dat is een hele bijzondere bos. In de Tweede Wereldoorlog gebruikten de Duitsers dit bos als een soort vliegveld. Hier verstopten ze vliegtuigen. En ja, nog veel meer. Dat gaan we allemaal zien in deze clip. La 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 oh 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 oh. En we zijn aangekomen bij een hut. En ja, eens kijken of je erin kan. Dat is misschien wel leuk. Ha! We kunnen erin. Ja. Er staat niet zo heel veel voor. Maar dat is wel leuk om te vertellen. Want afgelopen zomer was ik hier. En toen zag ik allemaal mensen verkleed als ridders. En ja, goed, het was een groot soort toneelspel. Er was een, echt wel een man of 200. En die waren hier dan allemaal ridder aan het spelen. Ja, echt serieus. Dus als je hier een keer van het zomer komt, ja, misschien zie je ze. Echt Remco! Wat een idee! Het gaat regenen, het gaat stormen, man. Ja, wat zou je? Nou, hier zijn we dan in het bos. Het gaat regenen, stormen. En Remco heeft een muts, zeg je niet? Dus ik wil iedereen even waarschuwen. Trek goede schoenen aan of wacht even tot het droog is. Kijk, moet je zien. Dit is niet normaal, Remco. Ik kan niks aan doen, regen. Nou, helemaal nat geregend. Wat hebben we veel voor jullie over. Maar goed, dit is een... een kruising, een achtsprong en Remco weet niet waar we naartoe moeten. Waar moet je naartoe? Er zit hier ergens een grote heuvel. Ja, maar waar? Nou, in een van deze acht weggetjes zit hij. Maar de weggetjes zijn niet zo heel lang, dus die hebben we zo gevonden. En op die grote heuvel, daar zitten dus spoorrails in de grond met staaldraad eraan. En daar heeft vroeger dus een lichttoren gestaan. En die lichttoren die heeft iets te maken gehad met het vliegveld in de Tweede Wereldoorlog. En daar gaan we naar zoeken.
Dus we gaan even in deze 8 wegen in en hopen dat we niet nog een keer nat geregend worden. We zijn weer op hetzelfde punt uitgekomen. Het scheelt, want de zon schijnt inmiddels. We lopen hier een beetje in rondjes eigenlijk. En echt, als je kijkt, de vloer is nat en alles is nat. Remco, waar moeten we naartoe? Ik denk of dit pad of dat pad. We can I just want to be your everything. Your everything. Your everything. En we hebben een hele grote heuvel gevonden en dat is wel grappig om te vertellen. In de Tweede Wereldoorlog was het Sterrenbos onderdeel van het vliegveld. En vermoedelijk stond hier op deze heuvel een soort van lichttoren. Er steekt ook spoorrails uit. Dus ongetwijfeld heeft hier iets gestaan. En de Duitsers hebben hier allerlei vliegtuigen verstopt. En er waren houten... nep vliegtuigen, ja, waar die Duitsers eigenlijk gewoon erin gingen zitten en in mijn grado's, ja. nee, die waren waarschijnlijk gewoon om geallieerden voor de gek te houden. Maar ja goed, officieel mag je niet van het pad af, maar we zien hier een pad naar de heuvel, dus we gaan even kijken. Nou, vermoedelijk stond hier dus een lichttoren in de Tweede Wereldoorlog. Het is wel een mooi uitzicht. Ik zei nog wel, laten we het even uitstellen. Dat vinden mensen vast niet erg als de spotvlog op vrijdag online komt. Maar nee, Remco zei, het moet op donderdag. Kijk, moet je zien, allemaal hagel. Fantastisch idee. Het moet echt op donderdag online staan. Nou, daar zijn we in de hagel. Dankjewel, Remco. Graag gedaan. En we zijn weer klaar met onze wandeling. Wij kwamen natuurlijk vanaf Frans op het Bult. Maar goed, die kant op gaat, dan kom je uit bij de Kasbah. Dat is misschien ook wat makkelijker fietsen. Ik zeg, blijf in beweging, blijf positief en tot volgende week. Won't you be my baby? Then one day I'll be your